Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe mode met Michelle. En vandaag ga ik het hebben over destroyed denim. Want ik vind het zelf heel erg leuk als een denim item destroyed is. Omdat het net even een stoere touch geeft aan je item. Alleen wat soms wel jammer is, is dat het snel uit kan scheuren. Vooral als het bijvoorbeeld op je mouw zit. Of bij je ellebogen. Ja, dat buigt natuurlijk heel veel. En daardoor krijg je heel snel van die scheuren. En ik vind dat persoonlijk best wel jammer. Het is ook wel zo dat je soms denkt, nou, het was in het begin toch mooier toen ik hem kocht. Dus zou je dan natuurlijk weer hem in die staat terug willen brengen. Maar ik heb dus iets wat daarvoor kan zorgen dat het wel kan. Vlieze linnen. Je hebt eigenlijk verschillende kleuren, diktes. Vandaag kies ik ervoor om deze huiskleur vlieze linnen te gebruiken. Omdat je er dan voor kunt zorgen dat het, dat het minder opvalt. Ik ga het namelijk gebruiken vandaag bij een denimjasje. Deze is op de mouwen destroyed stukken. En ik wil ze eigenlijk gelijk aan elkaar trekken. Want de ene die is meer destroyed dan de andere. En daarom ga ik dit erachter plakken. Ik ga nu met mijn stofschaar verschillende stukken knippen. Zo groot genoeg dat ze erachter passen. En dan ga ik ze vervolgens opstrijken. Als je een rolmesje hebt, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om je vlieslinnen te snijden. Zodat je echt hele mooie rechte lijnen krijgt. Ik heb hem binnenste buiten gekeerd, omdat de vlieslinnen dadelijk aan de binnenkant van mijn stof wordt gelegd. En waar ik hierbij even goed op moet letten, is dat ik al die draadjes even de goede kant op leg. Zodat het ook echt een heel mooi resultaat krijgt. Nou, ik heb nu het deel geknipt dat ik nodig heb. En waar ik nu op moet letten, is dat ik de goede kant op mijn stof leg. En ja, die ruwe kant voel je eigenlijk een soort van allemaal bobbeltjes. En die kant, die komt dus op jouw stof te liggen. Nou, vervolgens is het tijd om het strijkijzer erbij te pakken. Want de vlieslinen gaan we nu op de stof strijken. En dan net zolang totdat die eigenlijk vast zit aan de stof. Nou, dat was het alweer. Ik ben alweer klaar. Zoals je kunt zien, zit hier geen gat meer. En ook aan de andere kant is geen gat meer te zien. Ik vind het dan ook echt een top uitkomst. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze video vond. Dus vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jou de volgende keer weer.